Het commissariaat Wanica Zuidoost in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is van plan om het komend schooljaar te starten met een pilotproject bustransport voor studenten. Districtcommissaris Audrey Hankers hierover. Ik wil een oproep doen bij deze aan studenten, maar zeker ook burgers van het traject dat ik zo aanstond zal doorgeven. Het gaat namelijk om een pilotproject die ik in samenwerking met het ministerie van OWTNC, afdeling transport, wens te ondernemen, omdat een heleboel burgers eigenlijk aandacht hebben gevraagd voor een routetraject dat nog niet door de overheid wordt aangedaan met betrekking tot busvervoer. En waarom dit pilotproject? Het is namelijk zo dat wij aan de Magenta-kanaal een middelbare school hebben, dat is MEO 5. En op weg naar Leijsweg hebben we dan de universiteit, IOL, PTC, gehuisvest, alle HBO-opleidingen. Maar er is geen bustransport, openbaar busvervoer vanuit het district Wanica gelijk die richting op. Dus bij deze wil ik een oproep doen aan alle belanghebbenden die gebruik wensen te maken van dit traject om zich te registreren binnen het commissariaat. Het kan via e-mail, het kan telefonisch, u kunt persoonlijk langskomen. Het gaat om een pilotproject waarbij de bussen zullen rijden vanuit eindhalte PL richting Tawayariweg, Purwodadiweg, Helena Christinaweg, vervolgens Magenta Kanaal. Zodat de ouders hun kinderen niet meer hoeven af te zetten. Omdat er geen busvervoer is, zijn de ouders genoodzaakt of taxi te betalen, of schoolbus, of dat de ouders de kinderen zelf moeten zetten op school. Dus dan willen wij toch wel proberen om invulling daaraan te geven dat er openbaar vervoer voor deze burgers wordt aangeboden. En waar moeten ze zich registreren? Op het commissariaat mogen ze dat doen, op het commissariaat Zuidoost-Wanica. Ze mogen bellen op 366-929. Maar we hebben ook een Facebookpage, een BIC Zuidoost-Wanica. Daar kunnen ze dan alle informatie uithalen.